Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 17. Ik ben in Lumme samen met Céline. Céline is er nog niet, maar die zal er direct wel zijn. En wij zijn hier voor Guestcam vandaag, omdat we binnenkort workshops met hun gaan doen voor kinderen. Dus het ziet er wel super cool uit. Ik ga het eens laten zien. Wij gaan nu samen iets opnemen met deze mensen allemaal. Hallo iedereen. Hey. Wij zijn Céline, ik ben Céline. En ik ben Thalisa. En samen zijn wij Totally Two. En wij zijn geen zussen, maar wij zijn besten. Ja. Goed, kijk maar allemaal naar Lina. 3, 2, 1. En nu gaan we iets gek doen. Wat gaan we doen? Oké, zoveel uren later. Ik ben nu op Anaïs haar kot in Antwerpen met Mystery Guest, of course. Wij zijn voor een weekendje hier. We zijn gaan eten met 241 bij Taiso. Denk ik dat het noemde, Taiso. Het was alleszins zo een teppanyaki-achtig restaurant, was wel chic, want ik had nog nooit zo show cooking gedaan. En ze deden dat echt zo met zo, ja, zo schepjes en zo. Maar ik zal alle beelden hier tussen voegen, dus dan kunnen jullie dat zien. Super chic. Dan daarna zijn wij naar de kerstmarkt in Antwerpen gegaan. We waren net op tijd voor zo het lichtspectakel aan het stadhuis. Is dat stadhuis? Ik denk het wel. Dus dat was wel chic. En dan hebben we daar nog wat rondgelopen en dan zijn we nog iets gaan drinken bij Appeltans Brasserie. Was ook wel heel tof. Daar zijn we vorige keer ook geweest toen we in Antwerpen waren. Daar hebben ze echt zo mega lekkere cocktails en alles. Amai. Ik
keilaar, de sirenes buiten. Ik zie er trouwens echt mega moe uit, maar ik ben ook echt moe. Want ik heb deze nacht maar, ik weet zelfs niet hoeveel uurtjes maar geslapen. Omdat ik deze morgen weer zo vroeg op moest. Dus ja. Nu gaan we nog even chillen. Het is ondertussen denk ik wel 11:30, maar we gaan hier nog film kijken. En ik zag dat heel veel van jullie vroegen voor een kottour. Ja, kottour. Ik ben klaar met kakken, hè. Ik ben klaar met kakken, ja. Onnozelaar. Oh, ik laat dat erin, hè. Nee, joh. Jawel, ik knip er niet uit. Mystery guest is net gaan kakken, hè. We zijn echt te eerlijk en te open, hè. Dus wat was ik nu aan het zeggen? Ah ja, dat er heel veel van jullie stuurden om een kottour van Anaïs haar kot te zien. Dus ik ga dat morgen doen als zo het bed hier terug als zetel staat. Ga ik een kottour doen. Dus in de vlog van morgen is er een kottour van Anaïs. Superleuk. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Doe zeker thumbs up. Hè? Thumbs up, hè? Thumbs up. Goed zo. Laat ook zeker een leuke comment na. En wij zien jullie in de volgende vlog. Maar jullie gaan de volgende vlog de Mystery Guest nog niet zien. Maar het is wel bijna. Ja, hè? Spannend. Woensdag. Oké. Slaap wel, iedereen.